Hallo skikers, ja, ik sta nu vandaag hier. Vandaag gaat het project van start dat in alle weken het asfalt allemaal wordt vernuit. En wethouder John Aerts die gaat daar get meer over vertellen wat er gaat gebeuren met het asfalt op de wegen. Wat is los bestreek? Wat is los met het asfalt op de wegen? Hij in Utrecht. Ja, wetenschap, joh. Ja, nee, we zitten wethouder John Aerts om. We hebben een schoen hesje om vandaag. Ja, hè? Ja, onderwerp. Ja, super. Ja, vandaag gaat de start van Maastricht wordt gans en uit geasfalteerd. Ja, ieder 4 jaar stellen we een nieuw uitvoeringsprogramma voor het groen, voor de wegen. En de lijst gaat op dat we voorgestelde jaar geleden waar gebleken, dat was de verwachting, dat we nog heel veel geld nodig hadden, dat we heel veel wegen moeten aanpakken. Ze slieten ieder, het klimaat, ze worden auto's, elektrische. En ja, ook in de weken, we hadden dat een beetje minder gedaan, tot dat wel met veel. Maar op een gegeven moment moesten we het toch echt allemaal gaan doen. En nu is dat maar meer in de hand gebroken. De raad heeft een heleboel geld ter beschikking gesteld, zodat we dat kunnen doen nu. En misschien wordt het wat zoender gemaakt, we willen ze nog mee. Ja, het wordt bijna alle weken gedaan, hè? En vandaag is de start heen hier. Precies, voor Hiemenstreek zullen de komende 4 jaar werkzaamheden plaatsvinden in de groen, op de wegen. En dat is ook wel heel nodig. En misschien wordt er echt zo'n. Super. Ja, je mag het tegen de kiekers zeggen. Ja, beste lui. De gemeenteraad heeft hier veel geld beschikbaar gesteld in mijn stad. Want dat vergeten we wel eens, de wegen en de groen. Het ligt allemaal vanzelfsprekend. Maar daar kun je heel graag bij kieken om dat in orde te brengen. En wat we ook nog extra doen is dat de machines die bij gebruikt worden bijna allemaal emissievrij zijn en bijna geen uitstoot meer hebben op een enkel hitsboeren na. We staan nu in de gemeente Maastricht voor het asfaltonderhoud 2024 tot 2027. En waarom we hier staan is omdat wij als BAM de opdracht van de gemeente hebben mogen ontvangen voor het asfaltonderhoud voor de komende 4 jaar in de binnenstad. Ja, het is een gigantisch project ook waar heel veel geld mee gemoeid is. Hè. Maar jullie houden ook rekening zeg maar, ook met, met de uitstoot van gassen en andere dingen? Ja, klopt. De gemeente Maastricht heeft ons uitgedaagd om na te denken over het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk emissieloos. Binnen BAM past dat volledig binnen onze visie om samen te bouwen aan een duurzame toekomst. En we zijn heel erg blij dat de gemeente Maastricht ons die kans heeft geboden om in de komende jaren eigenlijk de volledige CO2-uitstoot te minimaliseren. Vandaag de dag zijn we al aan het asfalteren met een waterstofmachine. De spreidmachine is op waterstof en onze walsen zijn elektrisch. Dus ja, vanuit de set zijn we eigenlijk al elektrisch aan het asfalteren. Ja, en dan komt de volgende stap bij dat we ook ons asfalttransport elektrisch gaan uitvoeren. Het vreeswerk en de veegauto's. Dus in de komende jaren gaan we daar steeds stappen in maken samen met de gemeente Maastricht. Om uiteindelijk emissieloos in de binnenstad te kunnen werken. We denken na over het Maastricht van 2040. Samen met jou willen we daarom graag dieper ingaan op een aantal belangrijke thema's. Denk mee en vul online een korte vragenlijst in.